Yo YouTube, Scan hier en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het fucking mooi weer en ik had gisteren weer zo'n festival in die Roeteren. Karen was er natuurlijk ook, dat is zo'n zanger en actrice. Waarschijnlijk kennen jullie haar. Zij heeft 500.000 volgers op Insta, ziet normaal. Ik heb een foto met haar en een video waar hij zo foto's in maakt met zijn fans. Dus hier gaan jullie nu de clip zien, of ja, één clip eigenlijk en de foto. Ook natuurlijk een mooie foto met Karen. Oh, dat is echt grappig ook. Ik vond die ook nice, die picture. Ja, daar zijn jullie jaloers op, hè? Ja. Karen was ook echt vroeg gestopt. Toen waren er gewoon andere mensen. En daar heb ik ook een filmpje mee met de zanger. Dus dat gaan jullie ook zien. Fucking grappig, echt sick. En ja. Nu ga je jullie gewoon zien. Ja, Sean Domti vanuit Neerouteren. Ik heb maar één boodschap. Like en subscribe, scannen. Ja, dankjewel. Top. Ik kom gisteren naar je toe. Hij wil je wat zeggen voor mijn video. En die zei, wat moet ik zeggen voor de video? Ja, gewoon op scannen of like, zei ik. En toen zei hij, ja, is goed, ik doe dat wel. En ja. Hij heeft het gedaan, echt een legend. Ik heb gisteren een zieke timelapse gemaakt voor jullie. Die gaan jullie nu ook zien. Dus like en sub alvast. En hier komt hij. Filmpje van iemand, zo'n beroemde, maar die ken ik zelf niet heel goed. Dat is zo'n beroemde, zijn vader is heel beroemd en zijn zoon was daar om in treden. Die was gitarist, denk ik. Ja, die was gitarist en ik heb er ook nog een filmpje mee en ook nog een foto, dus die gaan jullie ook zien. Dat is fucking ziek. En mijn vader en mijn broer hebben ook nog een plectrum van hem gekregen. Dat is echt insane. Tune here with motherfucking Scanner. Yeah. We're gonna find some bitches tonight and have some fun. Okay, motherfuckers. Thank you. Maar zijn vader was helaas overleden. Maar die was echt beroemd. Echt rond de hele wereld was hij beroemd. En zijn zoon treedt gewoon in die route op. Dat is echt gewoon insane. En ik heb ook nog een clip waar mijn broer niet op video wou. Dat was fucking grappig. Of ja, die wou wel op video, maar die deed zo de hele tijd die camera zo wegdoen en zo. Voor de grap, dus die gaan jullie ook zien. We zijn hier met Keanu. Wil je wat zeggen? Nee, eigenlijk niet, sorry. Dat is echt grappig. Man, dus de laatste tijd naar skatepark, want daarachter is een skatepark. En nu ben ik bij het basketbalveld. Maar ik ben gewoon lekker het genieten van de natuur. En de skaten tegelijk een beetje. Dus yeah. Nu ga ik even naar huis skaten. En dadelijk ga ik naar mijn boom en bompa. En ja, lekker gezellig. Joehoe! Zo, we hebben lekker gegeten. Nu gaan we nog even skaten. Het is bijna 8 uur. Dus we kunnen niet veel skaten. Maar we gaan gewoon een paar tricks gooien. En ja, gewoon een beetje chillen toch. Ik weet niet of er nu mensen zijn op skatepark. Maar waarschijnlijk is niemand echt skatepark nu. Maar ik hoop wel. Ik ga weer wat clips alleen pakken, want niemand is er. Kijk. Yeah. Ik ga deze trui toch maar uitdoen, want het is warmer dan ik had gedacht. Het is echt warm. En mijn broer is pas naar Portugal gegaan met zijn vrienden en die heeft mij dit bandje gegeven. Echt lief. Dankjewel. Laten we wat meer clips pakken. Yeah! Mijn nollies zijn ook hoger geworden. Ik heb zo'n hogere pop. En ja, ik ga nu naar huis. Het is al donker aan het worden. Hopelijk vonden jullie alsnog een leuke video.
Ik vond het een leuke video. Hopelijk jullie ook. Like en sub alvast op mijn YouTube kanaal. We hebben bijna die 600 subs. En ik wil die 1000 subs zitten in de zomervakantie. Als dat lukt, hè. Dat zou echt insane zijn. Dus ik wil je echt bedanken voor het kijken. Like en sub. En dan zeg ik zoals altijd, scannen out! Ik laat jullie nu de video...